Op de velden van VV Mamio in de wijk Selwert werd afgelopen zaterdag een multicultureel voetbalfestival georganiseerd. De bedoeling van het feest was iedereen het gevoel te geven thuis en samen te zijn. Jong en oud deden mee aan het voetbaltoernooi. Dat werd omgeven door vrolijke muziek, dans en eten en drinken. Ja, het is een multicultureel voetbalfestival dat houdt in voetbalstad Centraal, zoals je ziet. En naast hebben we gewoon verschillende activiteiten voor het publiek. Lekker eten, markt met de verschillende spullen, maar ook sminken, ja, winkels en ook informatiefolders voor instellingen wat betreft activiteiten in de wijk. Aan het begin van het toernooi was er een flinke regenbui, waardoor het enkele uren werd uitgesteld. Maar daarna was het een gezellige middag op het sportpark. Ja, ik heb een vader met publiek gekregen. Dat vandaag is een soort toernooi voor Afrikaanse, Nederlandse en Antilliaanse, noem maar op. Dus ik zei, weet je wat, om thuis te blijven, achter de radio, dan kom even hier komen. Kom kijken. Ja, ik hoorde allemaal muziek, ik ging even langs. Ja. En wat is eigenlijk een multicultureel voetbalfestival? Allemaal culturen bij elkaar die een beetje gaan voetballen en muziek van verschillende culturen. Jij hebt ook gevoetbald vandaag? Nee, ik heb niet gevoetbald. Wat heb je gedaan? Nou, ik zat eerst op keeper, maar toen moest ik eruit. Wat vond jij, en wat heb jij allemaal gedaan? Ik heb gekiept en ik heb in het veld gestaan. Ik heb een hat-trick gemaakt. Ik vond het echt helemaal top. En ja, ze vonden mij de beste keeper, maar ik wou eigenlijk helemaal niet keeper. Door gezamenlijke activiteiten te organiseren met de Nederlander, dan krijg je een vijfduizend gevoel. Hier in de stad Groningen. Dus deze soort van activiteiten beschouwen wij als bevordering van de thuisgevoel. Ja, wat vind je ervan? Multicultureel? In principe is het niet slecht. Het is goed voor de samenleven van onze stad. Dus ik vind het niet slecht. Ze moeten niet alleen een keer per jaar zoiets organiseren, maar vaker. Het jaar. Weet ik. Wat vind je ervan dat ze dit in de zomer hier organiseren? Ja, gewoon fijn, want als je helemaal niks te doen hebt, gewoon als je lonely bent, dan moet je gewoon hierheen gaan, gewoon een beetje potjes voetballen. Er zijn mensen als je die, lonely bent. Er zijn mensen die helemaal niet naar vakantie gaan, dus als je niks te doen hebt, kun je gewoon hier komen, je inschrijven en een potje gaan voetballen.